Joer ben we in Balk voor het uitreiken van de Fryske Kultuerpriis De Fryske Marren 2021-2022. Elk jaar reikt de Fryske Marren de Kultuurprijs uit om het meest grappige, mooiste of nieuwsgierigste initiatief die het Fries stimuleert. Je Bob in de Rietsel zitten meesten te wachten om te jaren wat de Fryske Kultuurpriis woon had. Dit was Sjen. Dank voor je aanwezigheid bij de uitreiking van de Kultuurprijs De Fryske Marren. Het goed ontwikkelen en het broeken van Jens memmentaal is tiergewichtig. Taal is een wichtig element voor Jens ontwikkeling, identiteit en voor dus identiteit is de meest directe uitdrukking van cultuur. Alle personen en of instanties die het in de aanroende hier wat budgetten hebben voor het Frysk, kunnen nomineren worden. Nadat de jury de nominaties geëist had, reikt de gemeente De Fryske Marren de prijs uit aan het beste, mooiste of het meest nieuwsgierige Fryske initiatief. Als jury vinden wij het een eer om deze prijs te overhandigen aan het radioprogramma Gaastnijs van Lucas Hoogkamp, Wietse de Haan en Hans Eijsma van Radio Spannenburg. Wij hopen dat ze nog jaren teruggaan met het mooie en wichtige werk wat ze doen. Willen de heren naar voren komen? Dank voor je inzet. En de stoffelijke waardering van zo'n €150 is verbonden aan de Fryske Kultuurpriis. Loop eens, Lucas. Loop eens, Wietse. En dank je. Loop eens, Hans. Ja, dank je. Het radioprogramma Gaastnijs had deze prijs gewonnen omdat zij al jaren het Frysk op een hele natuurlijke wijze broeken. Het is voor haar geen issue, het is de natuurlijke wijze waarop het zij omgaan, met vragen, met interviews. En we vinden het heel mooi dat zij zich Savisa, waar het mogelijk is, van het Frysk gebroekmeidje in haar werk. En op die wijze de taal en goed zichtbaar meidje voor alle inwoners van uw gemeente. We nemen waar wat oren door. En dan is zo'n prijs iets waar je net op rekening. Dus ja, ik vind het heel bijzonder. Maar ik ben wel wies maar dat het broeken van Fries waardeerd wordt bij onze radio op die manier. Wij doen dit programma al heel lang. We zijn begonnen bij toen het nog Radio Gaasterlân was, toen de gemeente Gaasterlân-Sleat nog bestier. En we zijn er maar teruggegaan toen het de Fryske Marren was. Dus ja, dat is dikke 35 hier. En het programma, dat is het Nijs-programma. En het gaat helemaal niet om het Fries, maar het gaat gewoon om het Nijs. En uw taal is Fries, dus ik in dat programma. We trekken normaal gesproken net op, mijn Sintraaien. Maar ik zei, nou ja, als die man een prijs krijgt, dan wil ik wel even komen, dat vind ik wel leuk. En dan kom ik hier en verdorie is het even mijn Sintraaien in het zintje. Ja, dat was echt complete verrassing. U zal het traaien. Ja, dat was heel grappig. Maar ja, dat jou de kwaliteit van de jury kon, die herkent de kwaliteit die wij hebben. En nou ja, alle waardering van de jury natuurlijk.